Daar is die dan, de premium review van een game waar ontzettend veel mensen op hebben gewacht. En waar heel veel mensen benieuwd naar zijn of hij de ambities die wel degelijk getoond zijn de afgelopen maanden ook waargemaakt gaan worden. En drie mensen hebben deze game gespeeld. Koos Potter, Joey Potter en Jelle Potter. Ik heb hem niet gespeeld, maar ik ben fucking benieuwd. Ik heb mezelf gewoon erbij gezet. Ik ben namelijk zo benieuwd wat jullie ervan vonden. Want even kort, deze game heeft wel een soort van hype factor van een cyberpunk bijna. No. Cyberpunk. No. Ja. Nou ja, maar nee, ja. Vanuit de Harry Potter fanbase denk ik dan misschien. Nou, ik heb zoveel social media over gezien. Dat is wel een enorme nuance. Maar dat is ook wel een gigantische fanbase, hè? Hij is meer gepre-ordered op Steam dan Cyberpunk. Echt? Ah, joh. Okay. Ja, maar dat geloof ik ook wel. Gigantische game. Ja. Maar dat is wel een argument om tegen ons te gebruiken als wij dat willen nuanceren. Zo? Nou, dan is het dus wel dat de hype groot is. De hype is groot. Er zijn zelfs mensen die bijna nooit gamen die dit willen spelen. Het ging 3 jaar lang over Cyberpunk. Niet over Hogwarts Legacy. Nou ja, in de media heb jij het nu over. Ja. En nu dit gaat over gamers. Mijn vader belde dit weekend en ik zei, ik ben een game aan het spelen. Toen zei hij, Legacy Hogwarts. Ja. Toen zei ik, ja, dat Legacy. Dat zei, waarom weet je dat? Ja, dat stond in de krant. Dus Harry Potter, de franchise, is wel zo groot. En er is hype, ook langzaam vanuit de gamewereld, dat ik wel snap dat het nu die proporties aan het aannemen is. Want inderdaad, mijn zus is geen gamer, maar die wil dit ook spelen. Ja. Ja. Jelle, kun jij even uitleggen wat deze game is? Ja, dit is een game die zich afspeelt in de Wizarding World. En waarin je third person, je eigen wizard, door een nieuw verhaal leidt dat volgens mij 100 jaar voor Harry Potter zich afspeelt. Ja. Volgens mij nog iets langer, maar... Ja, ergens het begin. 19e eeuw in ieder geval. Ja, het is eind 1800. Aan het begin dat je in een oud Londen begint. De eerste cutscene. Ja. Ja. Oh, dat had ik niet eens door. Ik heb gewoon zoiets van, ja, dat is Harry Potter shit. Weet je, dat is gewoon een soort van... Ik dacht gewoon, dit is... Namelijk, old England. Ja, maar het scheelt niet zo heel veel met hoe Engeland in de films dan wordt laten zien, denk ik. Maar net zoals Harry heb jij toevallig, heel toevallig, een speciale kracht die andere, niet veel andere wizards ook hebben. En daar gaat eigenlijk een gedeelte van het verhaal, van de plot over. En ondertussen is er namelijk ook nog een Goblin Riot die dan eigenlijk soort van de backdrop geeft voor de bad guy. Ja. En die zit achter jou aan en er is een riot. Dus op een gegeven moment, hoe komt dat bij elkaar? Hoe komt dat samen? Dat is een beetje hoe de game in elkaar zit. En dan speel je eigenlijk een third-person action game. Met magie. Nu is het aantrekkelijke van deze game, waarom zoveel mensen het over hebben, is er zijn wel eerder Harry Potter games geweest. Volgens mij altijd van EA, maar dan speelde je altijd met Harry Potter. Mm-hmm. En de charme van deze game, waarom zoveel mensen er hard op gaan, is dat je nu jezelf speelt. Je kan jezelf voorgeven. Je kunt kiezen welke magie je wil. Je kunt eigenlijk zelf tovenaar worden. Ja. En dat vinden mensen, dat is voor heel veel mensen een droom. Ja, er zit wat RPG in, inderdaad. Wat roleplay. Nou ja. Ja, je hebt wel het gevoel dat je in die wereld bent. En dat is, want ik weet, misschien is dat ook wel goed om even te gaan meten waar we ongeveer daar zitten. Ik vind op de een of andere manier de wereld van Harry Potter heel cool. Dus ik ben laatst in L.A. geweest in Universal Studios. Daar hebben ze die wereld nagebouwd. Vond ik super vet om te zijn. Hoe die winkels draaien, het benauwende of zo. Maar ook het magische ervan. Het heeft iets heel eigens. Ja. Maar op de een of andere manier, die films, probeer elke keer weer een marathon te houden, maar na 3, 4 haak ik toch wel een beetje af. Ik denk dat ik nog nooit de laatste helemaal heb gezien, terwijl dat iedereen dat de beste vindt. De laatste vindt, maar, 3 zijn het best, ja. Ja, maar dan heb ik het gewoon wel weer gehad even of zo. Snap ik. Maar ik vind het dus wel heel lekker om in die wereld te zijn en dat gebeurt ook echt heel erg in deze game. Maar daar zit mijn Harry Potter fandom. Dus ik heb niet de boeken 20 keer gelezen, ik heb niet de films 1000 keer gekeken. Nee. Daar zit ik ergens. Ja, ik denk dat ik 3 boeken heb gelezen en daarna dacht van ja, maar dit is nu ben ik te oud. Dit voor kinderen vooral. En ik heb de films allemaal gezien en ik vind het leuk. En vooral dus inderdaad de laatste 3, maar ik zou mezelf niet een Potterhead, een fan noemen. Nee. Maar ik vind het gewoon tof. Ik heb helemaal niks met Harry Potter. Er is niks meer dorky dan Harry Potter voor mij. Maar toch, tijdens de gameplay review, ik bedoel, ik heb de films ook niet gekeken. Ik heb er denk ik eentje gezien, hoe het een beetje verplichte kost was, omdat iedereen zo lijp ging erop. Maar nee, het was niet voor mij. Verder prima film hoor. Maar toen de gameplay reveal was van deze game, toen had ik wel zoiets van, wauw. Het ziet er wel echt insane uit. En nu ik ook de game heb gespeeld. Nou, dat klopt ook wel. Het ziet er echt prachtig uit ook. Ik snap ook wel waarom de current gen versies, als we dat nog zo mogen noemen, of last gen versies, niet bestaan. Maar die komen deze wereld uit, hè? Ja, die komen er nog. Maar daar schijnt dus wel iets mee aan de hand te zijn, lijkt het. Maar om in deze wereld te zijn,
Het is gruwelijk. Het is echt gruwelijk. En zelfs dus als iemand die echt helemaal niks met Harry Potter heeft, heb ik me hier enorm mee vermaakt. Vind je het niet alsnog dorky dan? Met die robes en dat soort. Ja, maar dorky, dat is niet per se iets negatiefs of zo. Maar het heeft allemaal wel iets heel erg magisch. En dat is wat die game ook meteen doet. Het moment dat je de eerste keer Swijnstein ziet en zo. Dat doen ze in de film ook heel goed. Ze gebruiken de muziek uit die films. Dat geeft je toch dat heel veel, kippenvel gevoeletje. Ja. Terwijl, dus het geeft mij een soort van nostalgisch gevoel. Dit klopt voor iets niet. Waar ik niet eens per se nostalgisch voor zou moeten zijn. Nee. Heel vet. Hadden jullie net in die tijdens de sorteerhoed, die je natuurlijk ook, en dat is ook het leuke, wat jij net zei, je mag inderdaad je eigen magier maken en daarin mag je ook een soort van je eigen wand kiezen en je eigen broom en je eigen house, weet je, de een van de vier Hogwarts huizen. En represent. Dorks. Maar dat is denk ik ook een groot gedeelte van waarom het inderdaad tof is. Ja, ik vind wel meteen, want daar begint de game natuurlijk mee, die character creator vond ik niet heel erg vet. Ik bedoel, ik heb wel een vet character gemaakt uiteindelijk. Dus je hebt wel vette dingen om uit te kiezen. Maar je hebt niet heel veel aanpassingsmogelijkheden. Helemaal niet. Je kan niet echt neuzen en zo echt aanpassen. Dat vind ik echt zonde. Wat in mijn geval altijd wel lekker werkt. Je hebt gewoon, dit zijn alle mannen hoofden. En of in ieder geval, er staat, ik weet niet, ze noemen het niet. En dan kan je een kleur geven. Body shape en niet man of vrouw. Dit is custom build? Of, je kan dus ook bijvoorbeeld een... Ik denk dat het... Die van mij is. Je kan ook een mannenstem bij je chick doen en zo. Dat zijn dus geen mannen en vrouwen. Nee. Net zoals dat je in de hele game, als het over jou gaat, in de derde persoon is het they, them. En niet hij of zij. Is dat zo? Ja. Weet je dat zeker? Ja, het is me niet opgevallen. Ja, mij wel. Nee, maar dan is het goed gedaan. Als het niet opvult, als het niet irritant is. Koos, ging jou inclusief die radertje af? Verdomme, waarom noemen ze me they, them? Nee. Nee, toch? Nee, het enige waarom ik dat heb gehad één keer was omdat het natuurlijk zo'n ding is dat over deze game heen ligt. Waardoor ik wel ineens dacht van oké, dit hebben ze... Ik vraag me af of ze dit in die game hadden gestopt. Ja, dit is 100% mijn pothead. Ja, dat zie je meteen. Dat is een koos gewoon. Ja, toch? Ja. Ik vond hem wel heel erg ook tovenaarachtig, toch? Ja, zeker. Nou, maar ik bedoel van als ik in de wereld van Harry Potter zou zitten, zo zie ik eruit. Ja? Is dit je stickdraft die ik hier trouwens zie? Ja. Is dat Stickdrift? Ja, dat is Stickdrift inderdaad. Ja. Oh. Wat lijp. Ja. Oh ja, dat is het. Je kan Witch of Wizard kiezen. Dat is inderdaad... Sarcastic ben jij. Bandit. Ja, dat zeker. Dat is mijn naam door de Wu-Tang Name Generator gehad. Ja. Het sticks. Heel lijp. Maar ja, zo... En dan ga je gewoon role-playing action game spelen met je eigen karakter. In hoeverre... Want feitelijk is het gewoon een avontuur. Dat is de main story. Mm-hmm. Maar het pretendeert een open wereld te zijn met vrijheid. In hoeverre vond je... Want Jelle, jij bent iemand die die mainline... fuck that. Ik wil exploreren. Ik wil whatever you can do. Ja. Dat wil ik doen. Hoeveel vrijheid had je in deze game? Ja, veel. Er zijn rondom de main missions zijn er veel side missions die in principe... ik vind het heel goed. Het is heel grappig. Het is heel goed opgebouwd. Je leert na 20 uur of zo nog steeds spreuken. Nieuwe spreuken. Dus ik vind de opbouw daarin heel goed. Systeem niet heel lekker werken trouwens. Oh nee, er is UI-wise is er echt genoeg op aan te merken. Maar daar kunnen we het misschien zo over hebben. Ja, ik denk dat jij voornamelijk ook hebt over de PlayStation 5 triggers, of niet? Ja. Ja. Wat was dat dan? Nou, als je spells wil, gewoon wat. Je hebt op een gegeven moment zoveel spells, dus je moet hem dan je moet een soort van minuutjes maken met je spells keer 4. Ja. En ik kan niet maar echt de lekkerste indelingjes vinden. Nee, ik kan en niet lekker snel switchen. En ik vind net niet de fijne indelingen die ik echt snel erbij kan pakken bij bepaalde missies. Dat ik denk, oké, dit is mijn sneak blokje. Dit is mijn fight blokje. Ja. Want heel vaak heb je bij een fight dan toch weer net even een spel nodig die er niet bij zit. Daarom, ik heb twee fight blokjes. Eén sneak en één anomaly. Weet je? Dus dat zijn inderdaad is het dus heel kut als je in het kasteel loopt en ineens, weet ik veel, gewoon iets naar je toe wil trekken of iets om wil draaien. Dan moet je die weer helemaal in je systeempje zetten. Het is letterlijk natuurlijk maar een half seconde. Als je er niet bij zit. Als je er niet bij zit. Je hebt eigenlijk te veel spells voor hoeveel knopjes er op de controller zitten. En dus je spells activeren je door trigger, of in ieder geval kan je een soort van on the ready de wand omhoog, dat doe je met je trigger en dan is het een van de gekleurde knopjes of wat dan ook die zorgen voor een spel. Maar dat zijn er zoveel dat je ook je spelset moet wisselen. Je kan 4 verschillende spelsets doen en dat zijn dus in totaal 16 spels, maar dat zijn er alsnog af en toe net te weinig die je onder je trigger hebt. Maar dat wisselen daar is gewoon langzaam. Net zoals wat nog veel langzamer is de map.
de map openen. Dat is verschrikkelijk. Dat is denk ik, denk dat ik zeker al een uur van mijn hele speeltijd zit in het openen en sluiten van de menus. Maar je leert het zo op den duur wel. Want ik heb er ook over na zitten denken hoe je dan. Want kijk, dat is vooral niet het probleem in Zwijnstein. Omdat het gewoon best wel een gelaagd gebouw is. Ja, maar ook überhaupt hoe snel, hoe langzaam die inlaat. Oh ja, dat ben ik met je eens. Maar dat heeft de game sowieso ook wel eens. Dat je, als je in een ruimte ingaat, dat je gewoon echt een ouderwets zwart laadscherm hebt. Dat is anders dan de PC, maar dan sta ik voor de deur soort van te drukken. En dan zie je inderdaad een timertje gaan. Soort van, ja, er wordt nog geladen in deze game. Jij hebt dat zelfs al op de PlayStation 5, die natuurlijk super snel is. Nou, ik heb hem op de PC gespeeld. En daar had je net ook. Kon je gewoon niet de deur door, omdat je zag dat hij nog wat er achter de deur zat aan het inladen was. Super ouder. Dat is waarschijnlijk het probleem, omdat hij dus ook op de current gen moet uitkomen. Of althans op de PlayStation 4 en de Xbox One. Ja, daar zo is, fine. Maar dat het op deze wat nieuwere shit... Blijkbaar kunnen ze dat dus gewoon niet. Want het is onmogelijk dat je dat niet kan op de next gen. Alleen ja, ze zijn met één beeld begonnen. En dan de ene moet omhoog en de andere moet omlaag. En dan hebben ze keuzes moeten maken. Want deze game is al een aantal keren uitgesteld. Ja. Het moest nu echt uitkomen. Anders gaat het op een gegeven moment te lang duren. Er komen nog heel veel vette games uit dit jaar. Dit was de moment daarvoor. Die wereld doet wel een aantal dingen goed. Sowieso Zwijnstein is, en dat is bijna zoals die PlayStation 1 game ooit met de steen der wijze. Je hebt gewoon wel zin om te exploren in het kasteel. Er zijn buiten overal ook wel dingetjes en je merkt gewoon, oké, ik heb nieuwe spels nodig om nieuwe plekjes te ontdekken. Ja. Dat vind ik heel vet aan die wereld. En inderdaad ook buiten Zwijnstein is nog genoeg te doen. Wat ik vet vind aan Zwijnstein is, het voelt gewoon echt heel levendig. Ik loop door die wandelgangen van. Het voelt als één groot theaterstuk, toneelstuk of iets dergelijks. Iedereen is wat aan het doen. Daar ben ik het dus niet mee eens. Ik vond de NPC's heel erg saai. Nee, ze zijn niet interactief. Ze staan stil. Nee, maar ze doen ook over het algemeen niks. Ze staan uren. Kijk trouwens even hoe leeg mijn zaal nu is. Want je zag net in die trailer echt deze sorteerceremonie die helemaal vol is. Maar straks loop ik er doorheen en dan zitten er echt 14 mensen. Dat is echt dat is bizar. Nee. Maar ik vind het verder. Je loopt zeg maar door Zwijnstein heen en zie je één iemand met zijn boeken helemaal lopen. Twee gasten zie je die willen. En het zijn echt heel veel ook. Het zijn echt statues die af en toe elkaar aan het matten zijn. Ja, dat was super grappig. Wat heb je dat niet gehad? Ik heb alleen maar mensen gewoon een beetje dood voor zich uit zien staren. Ik was op een gegeven moment bij voor het eerst in de heet het de Forbidden Forest. Ja. En dan kom je die, is het een taurier? Taupier? Die soort van half paard, half mens. Centaur. Ja. Totaal niet. Maar die kom je dan tegen. En ik weet nog, in de film is dat echt zo'n magisch moment. En nu staan ze daar gewoon een beetje zo en dan lopen ze langs je heen en lopen ze weer weg. En dan zie je en dat de ik met tafels, heel veel zijn helemaal leeg. De tafels zijn leeg. Ja, maar ja, de mensen boeien het gewoon wat minder in welke... Is dat niet gewoon jouw PC-kracht? Dat kan. Maar ik heb inderdaad gecapsuleerd op een PC. Maar dat is inderdaad, ja, ik vond het opvallend dat het zo bombastisch was in die trailer. En hier soort van, er zitten maar 14 mensen. Weet je, een kwaaltje waar wel meer developers... Ik ben bij Last Gen nog veel minder. Ja, precies. Er zitten er nog maar 3 inderdaad, mensen. Er zit niemand. Maar zowel dus binnen als buiten, want dat is natuurlijk ergens wat jij zeker 5 minuten geleden vroeg, van dat er genoeg te doen is. Er is leuke exploration. Het is niet super uitgebreid, zowel binnen als buiten, maar er is meer dan genoeg te doen om niet alleen maar main quests te volgen. Zijn die side quests tof? Want ik heb een beetje die reviews zitten lezen her en der en de ene vindt het leuk, de andere zegt... Ik vind bepaalde sidequests in Zwijnstein vind ik ook gewoon vet. Er zijn van die schilderijen en dan moet je die plekken gaan zoeken. Het is een soort van speurtocht aan het worden. Ja, ja maar ja, er zit ook wat dommere shit bij. Maar ja, ja dat is gewoon open wereld stuff. Is het wel heel erg om die lessen te doen. En dat wil je, want je wil al je spells hebben. Dan moet je ze toch wel eigenlijk gaan doen. Dus heel side zijn ze nou ook weer niet. Want vaak heb je die spells nodig in je main quest. Dus het is een beetje verplichte kost. En het viel voor mij op een gegeven moment wel... Ja, maar het is wel, weet je, dan moet je van die tasks doen dat je speciale... Het is gewoon, ik snap dat het een tutorial is. Ja, alleen, maar ik vind dat heel slim gedaan. Mij, ik vind het net iets te lang duren. Het is ook namelijk, je zit op school, dus ze zeggen van... Je moet nu eerst deze twee dingen leren. En dat zijn niet eens spels, maar gewoon een soort van... koop of maak die twee potions, mag je zelf kiezen. Of wacht tot je hem ergens uit het wild tegenkomt. En als je die twee potions hebt ingezet, dan weet je wat die potions dan heb je dat geleerd en dan krijg je van mij een spel als cadeau. Ik vond dat potion maken gewoon niet zo cool en dat je dan dat je ook op het moment dat je het maakt, moet je erop gaan wachten. Dat hoeft niet. Zit een bepaalde tijd bij voordat het af is, dan kan je ook weer iets anders gaan doen. Ja, maar ik wil gewoon door. Ja, oké. Okay, dus het was niet zo leuk dat ik dacht, nou, ik ga je... Ja, precies, maar dan moet je... Ik had ook niet echt genoeg geld, dus ik moest dan al mijn kleren gaan verkopen de hele tijd. Ja.
Dat moet sowieso wel, ja. Ja, nee, ik vond het die balans net niet helemaal lekker. Omdat ik vooral omdat ik dat gedeelte gewoon net niet leuk. Op een gegeven moment kan je je eigen kamertje inrichten en zo. Dat soort dingen hoeven van mij dan... Ja, voor jou niet, maar ik vind het amazing. Ja, dat snap ik. Dat voor mij, dat voor veel mensen wel bijdraagt aan immersie. Want dit is gewoon een Zwijnstein simulator. Voor mensen die echt een tovenaar hadden willen zijn of Zwijnstein. Nou, eat your fucking heart out, weet je. Dit is denk ik hetzelfde als... Die Star Wars fans die door Disneyland lopen in Amerika, weet je, waar ze die hele fucking shit hebben nagebouwd. Zo voelt dat denk ik ook. En waarbij alle NPC's inderdaad, zoals ook in het park, weet je, die moeten in character blijven. En hier is dat natuurlijk ook. Ja, het level van detail is insane. En dat is misschien nog wel de meeste reden waarom je gewoon Zwijnstein wil blijven ontdekken. Is omdat het er gewoon ontiegelijk mooi uitziet. Ja, het is een hele rijke wereld. Ja. En alles klopt. En dan zit er inderdaad, dat heb je dan wel. Ik vind vooral namelijk de NPC's, vooral de spoken en de schilderijen en zo, die doen allemaal leuke dingen. Ja. Maar ik vind de characters zelf, die staan vrij vaak in mijn ogen gewoon maar een beetje apathisch in de gang. Ik heb echt compleet andere ervaring daarin. Maar dat kan natuurlijk. Ja, weet je, dat klinkt misschien gek, want misschien is het gewoon complete bullshit. Maar het voelt alsof hier heel veel liefde in zit. Ja. Het voelt echt alsof je heel veel liefde voor de franchise in zit. En wat je al zei, van de details, weet je wel, de kleine dingetjes. En daarom voelt die Zwijnstein zo voor mijn leven. Want je ziet studenten, je ziet leraren, je ziet overal waar je voorbij komt. Statues zie je dan ineens bewegen vanuit niets. De schilderijen bewegen. Alles heeft een verhaal, lijkt het wel. En natuurlijk, de lore is ontzettend diep om uit te vissen. En dat merk je. En dat is leuk. Maar als je op het begin ook in die bank aankomt, met dat vind ik allemaal vet. Ik vind op het moment dat ze daarvan afstappen, want in heel veel story missies ga je ook heel vaak, maak je een zijstapje naar... Ja, de quest is, je bent een soort van, er is ancient magic, zonder al te veel te spoilen. En dus probeer je een beetje te ontrafelen. Je probeert herinneringen op te halen op basis van de... Het zijn nu schilderijen als je met ze praat, maar je probeert dus meer herinneringen van ze terug te krijgen. En daar speel je een soort van tempelachtige omgevingen. Ja. En die vind ik dan weer best wel generiek. En dat heb ik bijvoorbeeld met de vijanden, vooral in die ook. Zeg maar, op het moment dat je niet in Zwijnstein of in het Forest of Hogsmeade. Daar voel je echt inderdaad die liefde en het briljante wat J.K. Rowling allemaal al bedacht heeft. Zeg maar ook als je al die winkeltjes inloopt. Het moment dat je je staf voor het eerst krijgt, je eerste bezem kopen. Dat voelt allemaal heel erg liefdevol en hoe je het kent en hoe je het zou willen en hoe je het wil ervaren. En op het moment dat die game daarvan breekt, vind ik het ook wel iets minder geïnspireerd. Ja, maar daar ben ik met je eens. Van bijvoorbeeld een van de dingen die ik gewoon... En niet dat het slecht was. Ik vond de combat gewoon niet zo leuk. Nee? Nee, omdat voor mij deze game... Ja, en dat klinkt dan gek als iemand die niet van Harry Potter houdt. Dit ging om roleplaying voor mij. Weet je, echt fucking een student zijn aan Zwijnstein. Daar ging het van me om. En dan op avonturen gaan. Dat vond ik heel vet. Maar ja, de combat... Het voelde gewoon een beetje rommelig af en toe of zo. Weet je? Jij bent natuurlijk heel erg overpowered geweest. Hoe werkte de combat? Want het is volgens mij een mix van live action en quicktime. Je hebt dus je powers, je wand powers. En die zet je op R2. En eigenlijk vechtte ik R2 gewoon tabben. Is je standaard aanval. Dit ziet er niet vet uit, toch? Ik bedoel. Jawel. En daarnaast ik ben een fucking wizard fight aan het houden. Natuurlijk als is je het R2 ingedrukt, als je R2 ingedrukt houdt, dan heb je dus hardere powers. En dat is dus vaak, de meeste kan je met je vuurpowers het meeste damage doen. Maar je hebt ook dingen waardoor je ze bijvoorbeeld in de lucht haalt of naar je toe trekt. En dan als je daarna aanvalt, gaat er ook meer damage van. Dat vond ik goed werken. Zeg maar de synergie tussen die verschillende spells die je hebt inderdaad. Want je moet inderdaad bepaalde dingen moet je eerst breken bij characters. Ja, die hebben dan een schildje. Ja. Ik ben echt aan het falen. Daar raak aan je dus falen. Soms wel echt in de paniek. Want dan, je ziet daar dus rechts onderin welke spells Jelle in dit geval heeft staan. En ik had op een gegeven moment, dan was ik echt met een sterk monster aan het vechten. Dus ik al mijn beste powers op mijn trigger. En dan ineens, midden in het gevecht, krijgt hij ineens dat hij iets geels aan het laden is. Ja. En dan moet je dus in paniek je gele knop gaan vinden. Ja. En dat werkt net niet lekker en snel genoeg. En dan krijg je de volledige lading. En ik ben best wel gewoon, ik heb wel wat sidequests gedaan. Maar ik was ook niet super powerful. Ik zat iedere keer een beetje gelijk met de vijanden. En als je dan geraakt wordt, dan gaat er ook altijd wel echt, als je gelijk bent... gaat er echt een gigantische smak van je held af. Terwijl dat bij de vijanden niet zo is. Daar gaat het echt altijd maar per 6 of zo. Dus daar liep ik dan wel een beetje tegenaan. Maar het is een shooter. En als het niet een shooter is, dan is het ofwel een puzzelgame of een stealth game. Maar ik vind, dat heeft 100% ook met die PlayStation 5 controller te maken, waar ik het al eerder op. Het doet hetzelfde als Forspoken. Die heeft die rare, enorme weerstand op de triggers, waardoor het super sluggish voelt. En ik neem aan dat jij... Volgens mij heb ik dat uitgezet.
Ja, ik wens, dat moet je uit, maar standaard staat het aan. Ja. Weet je? En ik laat het altijd maar gewoon aan, omdat ik de game review game zoals, wil, ja. Ja, zoals de game uitkomt, zeg maar. Dus ik vertel het wel bij dat je het kan uitzetten. Maar daardoor voelt het zo sluggish, man. Ja, nee, ja, eens. Maar ik vind het vechten bij vlagen wel leuk. Maar wat ik zei, ik vind de vijanden heel generiek. Het zijn er ook veel vaak, dus ik voel me wel... Je kan, generiek, echt... het zijn goblins. Dus het zijn altijd zo. Dat zijn nee, goblins. Maar het zijn ook heel vaak raiders of zo in het bos. Ja, okay. Maar ik bedoel meer, er zijn er gewoon... heel erg veel en het komt maar op je af. En ik heb nog niet helemaal de lekkerste flow gevonden waarin ik nou lekker aan het vechten ben of zo. Ja, dat heb ik, het voelt dat altijd heb ik echt wel als strijden en het voelt ook een beetje als geluk of ik nou als beste uit de bus kom. Nee, ja, dat had ik in het begin ook heel erg. Vond ik het ook niet fijn werken, maar hoe meer spells je hebt, vind ik, hoe meer je ja een beetje, nou ja, wat jij dus nog niet hebt, maar dat heb ik wel een beetje, hoe meer je doorkrijgt van, oh, dit vind ik het fijnst. En op een gegeven moment sta ik echt inderdaad soort van, weet je, mensen hoog te houden met soort van, weet ik veel, ja, naar je toe trekken met een fucking vuurbal weer weg doen en dan pam, 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 schiet ik er achteraan. Ja, je hebt de combinatie gevonden die het lekkerst werkt, denk ik. Want dat heb ik dus gewoon... Eerst begon ik gewoon met allemaal rode powers bij elkaar, allemaal blauwe. Ik dacht, dan kan ik dat snel schakelen. Je moet daar echt een lekker groepje in vinden, denk ik. Maar dat lukt mij nog niet. Hè. Ja, nee, ik heb dat wel. Er zit toch een eind in wel. Ja. Het is een RPG. Of tenminste, er zit RPG-element in. Alleen een punt van kritiek zou kunnen zijn dat het wat licht aanvoelt, dat het wel dieper had kunnen zijn, of vind je dat niet? Nou, toen ik dus de gameplay reveal had gezien, dat ik zie van, oh, die wereld, dat is denk ik wel heel tof, maar ik was heel sceptisch over de combat en over de progress. Ik dacht dat nog veel meer mainstream en licht zou zijn. En ik vind juist dat je hoeft bewijs van, denk ik, niet eens heel veel te unlocken, maar het wordt er wel leuker van. Je voelt je dan echt wat meer een lijpe magier, lijpe witch of wizard, wanneer je dus inderdaad de dingen unlockt. Het is niet game changing, de meeste unlocks en wat dan ook, maar het ging dieper dan dat ik had gedacht. En ik vond ook namelijk, dus ik dacht, de combat, dit wordt heel saai, maar dat vond ik dus niet. Ik vond het uiteindelijk, ik voelde mezelf wel een lijpe witch. Ik vond het vooral jammer, en dat is wel echt een smaakding. Je hebt gewoon een skill tree die je kan verhogen, maar ook je kleding heeft invloed op hoe sterk je bent en hoe goed je defense is. En ik had wel de hele tijd dat ik maar de kleding moest ik eigenlijk aantrekken, omdat ik dan gewoon sneller zou levelen. Omdat het betere kleding was. En ik vond het gewoon niet tof, zeg maar. Ik had vrij snel mijn tofste outfit. Ja. En daarna, dan doet het eigenlijk goed om een bril op te zetten en een domme hoed op te zetten. Ja. En die waren dan zo uitgesproken en niet... En daarvoor heb je natuurlijk ook het cosmetische lookje. Dus je hebt inderdaad de items die jouw perks en wat dan ook geven. Maar als je die hebt gevonden, dan kan je altijd soort van... Net zoals dat in Ubisoft games vaak gebeurt. Ik vind het eigenlijk vreemd inderdaad. Maar kan je het inderdaad soort van changen naar wat je dan wel zou willen. Ja, Dat voelt voor mij als pure RPG-speler ook altijd als fake, als cheaten. Want ik heb zoiets van, ik wil of vette kleren aan, of ik wil iets met heel veel hele lijpe perks, maar als dan zie ik het dom zijn, uit. Moet het echt vet zijn en niet een roze hoge hoed met een strik erop, wat ook vet kan zijn, maar niet als je Slytherin bad bitch bent zoals ik. Nee, precies. Is de game uit daar? Hij is voor 12 jaar en ouder. Logisch dat Avalanche en uitgever Warner Brothers natuurlijk zoveel mogelijk mensen en met name ook jongeren en kinderen de toegang wil geven tot deze game. Want dan is het bereik is gigantisch. Vind je de game uitdagend? Ik zag dat jullie hem allemaal op normal speelden. Ja. Was het wel niet makkelijk? Nee, soms is hij heel makkelijk. Soms is het echt gewoon button spammen. Pap. En dan lukt het. En ik vind sommige trials... En, weet je wat het ding is? De combat hier en daar is best wel... Nou ja, challenging wil ik het niet noemen, maar inderdaad is niet makkelijk. Zeker als je terwijl niet sommige, al die side missions doet. Ja, precies. Terwijl sommige soort van de main op de main, dus niet de combat, maar dingen die je moet doen in de main storylines, weet je, een soort van spreukjes oefenen of potions creëren, dat is ineens allemaal super makkelijk. En dat vond ik dan heel gek. Dat ik denk van, oh, maar dit kan niet verkeerd gaan. Nee, maar ik vond wel dat ze, kijk, het maken uiteindelijk, dat is dan meestal de eerste keer in ieder geval een karig mini spelletje. Ja, ja. Maar ik vind wel het zoeken voelt wel. Het is niet dat ik iedere keer precies weet waar iets ligt of zo. Het is wel, je moet het wel een beetje exploren en vragen aan de leraar, wat heb ik nou precies nodig? En dan komt het in je quest nog te staan. Ja. En het is niet altijd, hier haal je die kruid, daar haal je die kruid. Het is ook wel een beetje opletten wat er nou gezegd wordt en dan op pad gaan. Dus dat, ja, ik vond, maar er is meer gameplay. Je hebt naast die dat, nou, of je nou shooter moet noemen, de toverstaf gameplay. Action. Heb je wat stealth dingetjes. Je kan jezelf onzichtbaar maken. Kan of hoeft niet.
wel, als in, moet wel. Ja, en een paar keer moet het om, ja, om je natuurlijk weer te leren van, hey, je kan deze game stealthy spelen als je wilt. Ja, niet te doen, zou ik niet aanraden. Het is vrij saai en het, ik vind het ook niet altijd helemaal kloppen of ze je wel of niet zien of horen. Ja, waarom zou je Harry Potter willen worden als je niet mag toveren? Precies. Nee, maar ja, want je hebt dan niet een invisibility cloak, maar je kan jezelf onzichtbaar toveren en dan zien ze het toch een beetje. Slightly, slightly, een soort van see-through ben je. En je kan natuurlijk vliegen. En ja, dat is ook wel geen ene dildo werkt dat. Het werkt. Ik vond eerst ook dat het voor geen ene dildo werkt. En toen dacht ik, het voelt wel precies zoals hoe clunky het er in die films ook uitziet. Het is wel qua beweging. Wel, want je beweegt het een soort van, rechts is eigenlijk alleen je camera of naar beneden en boven. Maar met links is het is gewoon echt dit. Jij bedoelt dat is opzettelijk. Opzettelijk clunky, dat zou kunnen. Nou ja, het voelt wel alsof ik op een bezem vlieg. Ja, maar het voelt niet fijn. Ik heb niet het idee dat ik masterful aan het rondvliegen ben. Nee, maar ik vind dus wel dat het er in die films ook nooit heel masterful uitziet. Het voelt ook een beetje... Ik denk niet dat het deliberate is dat ze dat hebben gedaan. Nee. Maar inderdaad, dat je ziet in die trailer een paar keer dat hij ook heel laag zo vet over de vloer gaat. En dat je dan het stof ziet opwapperen. Nou, dat ik meestal als ik tegen het water aanga, want dat wil je eigenlijk, dat je dat water zo achter je aan. En dan is het meestal gewoon... En dan... En dan ga je zo verder over het water. Het voelt niet zo cool en magisch. Want ze bouwen het wel lekker op ook weer. Dat momentje totdat je eindelijk echt mag gaan vliegen. Ja. Maar dan voelt het inderdaad net niet helemaal lekker. En daar heb je ook upgrades in. Dus dat wordt ook wel ietsje beter. Maar ja, ik vind het ergens wel smart dat het allemaal op dat linker triggertje zit. En dat rechts gewoon kijken is. Dus, want het is natuurlijk ook maar één ding. Je hebt geen stuur. Dus ergens voelt het wel logisch, maar het is niet fijn. Nee. Of lekker. Nee. Is dit een pure singleplayer game? Of zitten er ook co-op/multiplayer-achtige... Niet dat ik ben. Nee. Want dat zou natuurlijk een enorme toegevoegde waarde zijn op het moment dat jij een unieke tovenaar bent met je eigen skills, dat je dat kunt laten zien. Iedereen heeft dezelfde skills en je hebt maar bewijzen van, weet ik veel, 14 opties. Dus zo uniek is het niet. Nou nee, maar ook, want ook dat hele, je kan dan wel af en toe in je dialogen een soort van de bad bitch zijn, want ik wil Slytherin zijn. Ja, jij was slecht, hè? Ja, ik wil full on evil gaan. Nou, dat leidt er wel toe dat ik uiteindelijk de dark spells kan gaan doen. Nou, maar dat is dus niet zo. Dat is grappig. Kan jij dat ook? Ja, en daar zit iets heel raars inderdaad in. Er is dark magic, wat in de film soort van verboden is. Dat mag niet. Dat is. Ja. En hier kan je het gewoon leren. 100 jaar eerder, waren andere tijden. Er iets van zegt. Heel veel fans waren hier een beetje soort van not amused over. Het is weird. Het feels weird. Want het is ook zo. Dat moet toch gewoon uitgelegd worden. Ik bedoel, er zijn toch zoveel legio redenen voor te bedenken. Dat is 100 jaar eerder. In de tussentijd kan er iets zijn gebeurd waardoor dark magic wordt verboden. Ja, maar dat zit er niet in. En wat het heet nog steeds against the dark arts. Dus hebben dat dark arts, weet je, de hele tijd soort van oeh. En dan doe je het zelf en er is nul represaille daarvoor. Nee, hetzelfde is met de characters. Ik vond het wel vet om als wizard namelijk gewoon mensen te killen. Ja, ja, maar je kilt ze dus niet echt. Ja, volgens mij verdwijnen ze gewoon. In mijn ogen... Crucio is volgens mij dat je letterlijk mensen laat sufferen. Ja. En dat is, ik vind het ook amazing. Alleen de soort van niemand in die game spreekt je dan aan op het feit van, oh, wat jij doet, dat mag eigenlijk niet. Nee. Weet je, dat is dus of je nou helemaal Goody Two Shoes speelt of super dark, daar zit in de game geen represaille aan. Of geen... Zelfs in de dialogen voelt het dan niet alsof het heel veel verschil maakt. Nee, maar niks, denk ik. Niemand spreekt mij anders aan als Good Wizard bewijzen van dan jij als Bad Wizard. Misschien soms in de dialogen die je op dat moment hebt. Kijk, hier loopt hij heel lekker. Ik wou dat zeggen. Als je diezelfde character dan een half uur later tegenkomt, dan niet, weet hij dat echt niet meer, dat je daarvoor een eikel was. Zeg maar. Nee, dat is, wat er zonde is. Want dat is ook, je kiest dan een huis, alleen de characters om je heen, zie ik nu, zijn gewoon precies dezelfde guys volgens mij. Maar dat geeft dus aan dat, en dat is weer die typische PR-taal van tevoren, dat ze altijd zeggen van je keuzes maken echt heel veel impact en kies de goed of de kwaad. Dat er maar heel weinig games zijn, en dat zijn de excellente games, die ook daadwerkelijk dat verwerken in een game, waarbij keuzes echt implicatie hebben. Hier is het eigenlijk meer van, oké, je kan goed of slecht zijn, maar in principe speel je min of meer dezelfde game. Weet je wat daar heel weird in is? Ik was dus slecht, dus ik ging full on, ik wilde rampage op iedereen gaan. Nou, je kan de karakters, daar schiet je gewoon doorheen. Dat is sowieso een van de weinige bugs die ik wel vaak in de game, dat er dingen door me heen vliegen, maar dat zal wel magic zijn. Dus dat er ineens een huifkar door me heen gaat of zo, dat heb ik wel vaak gehad.
een real life of een nee, ghostly life. Form? Nee, dan is het gewoon duidelijk dat er tien paarden aankomen. It's magic, man. Ja, nee, dat spreekt wel voor deze. Hey, ik herken die character. Dat ben jij, bedoel je? Nee, dat maakt niet uit. Ja. Waar ben ik nou heen met mijn punt? Weet ik niet. Over de bugs waren. Nee, het gaat erover dat je dingen worden beloofd die niet per definitie. Oh ja, dat je wel, dus je wil full on rampage gaan, dat kan niet. Maar je kan wel, en dat vind ik het gekste aan deze game. Dat heb ik zoiets geks. Ik kan wel beesten schieten met mijn magic, maar geen mensen. Dat vond ik zo gek. Dus ik kan wel eenden en katten en duiven schieten. Ja. Nou ja, dat is weer die. Aan de ene kant kan ik het wel waarderen dat ze iets hebben van, oké, weet je, heel veel mensen willen nou eenmaal ook de evil kant kiezen. Dus het kan, terwijl Harry Potter nou juist een hele veilige omgeving is. Ze willen aan de andere kant natuurlijk ook die 12-jarige kids, want eigenlijk hadden ze liever nog wel wat jonger gehad. Maar er zit dan een randje aan, volgens mij ook vanwege nudity. Maar ik weet niet, zit er nudity in deze game? Brave game. Ik ben anyway, dus het is een beetje die splagaat waar ze in zitten van, oké, tot hoe ver kan ik gaan? En ze hebben dus wel wat evil toegevoegd, maar ook weer niet kan wel helemaal. Kan wel in je ondergoed lopen. Dus misschien is dat het. Ja. Maar dat is een vrij bescheiden ondergoed goedje. Maar veel juist. Ja, heel veel ondergoed. Ja, precies. Maar is het dan, want we gaan zo langzaam een beetje toe naar de eindfase. Is het een? Nu al? Ja, joh. Ik bedoel, daar zijn we alweer 15 minuten mee bezig, hoor. Maar is dit een baanbrekende game? Een innoverende game? Nee. Het is gewoon een hele, hele, hele goede game die op heel veel punten heel erg af is, voor mijn gevoel. Ja, wat ik wel. Een hele, hele goede game? Ik vind het wel echt. Ik heb me echt wel verloren in ja, deze dat game. Zeker. En, ja. Het is een hele immersive game. Ja, wat ik baanbrekend vind is hoe tof er wordt omgegaan met zo'n grote IP, met zo'n grote franchise, en dat er echt eer aan wordt gedaan. En dat zie je helaas veel te weinig. En dat doet deze wel echt extreem goed zelfs. Ja, misschien wel dat beste wat ik ooit heb gezien. Van franchise. Van filmgames. Beter van dan Star Wars games? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, het voelt veel meer. Het voelt veel meer dan in andere games. Want ik heb nog nooit in Star Wars wereld gehad dat ik mezelf, ik ben niet mezelf, maar wel dat ik echt met mijn eigen character in die wereld op pad ben. Misschien de KOTOR's van vroeger. Ja. Maar dat was amazing. Maar kijk, we zijn nu 30 jaar verder. En wat we nu, zeg maar, technisch kunnen, dat doet deze game, weet je wel. En dat spreekt echt tot de verbeelding, vind ik. Ja, en het zijn foutjes. Bijvoorbeeld dingen, soms dan loop je, weet je, wat een Red Dead bijvoorbeeld heel goed doet. En God of War vrij recent ook. Op het moment dat er even niks is, dan is er altijd wel een vette dialoog tussen twee karakters. En soms ben ik hier, dat ik achter iemand aan het lopen ben, want er zijn heel veel loop maar achter iemand aan missies. En dat er gewoon geen dialoog is en geen geluid. En dan loop ik een soort van heel ongemakkelijk door. Dat heb ik ook niet. Juist net zoals in GTA zijn ze aan het lullen tegen mij de hele tijd. Oh nee, ik heb heel veel ongemakkelijk. Ja, ik ben mijn beelden vergeten op mijn harde schijf zitten. Maar ik heb echt momenten dat ik gewoon, dat ik echt gewoon een goede 2 minuten achter een character aan ben aan het lopen. En heel ongemakkelijk. En dat er gewoon niks gezegd wordt, niks gebeurt. Maar misschien ligt het aan jou. Misschien is het omdat ik Slytherin ben. Misschien zijn we er nu toch achter gekomen. Dat mensen grappig. Je gewoon beginnen te negeren. Ja, voor mijn gevoel, ik vind het alleen niet altijd even interessant. Maar wat ik zeg, dat vind ik ook wel echt bij de immersion en de roleplaying horen. Maar ik word juist te veel geluld aan mijn oren af en toe. En dan heb je ook weer inderdaad dat als je een beetje aan het puzzelen bent. Want hier en daar zijn de puzzels wel leuk. En soms zijn ze ook dat je denkt van, wat de fuck ben ik hier aan het doen? Een beetje aan het aanklungelen. Maar dat ze dan weer inderdaad zegt van, goh, misschien moet ik hier dit doen. Weet je, die shit. Dat vond ik dan weer heel irritant. Maar ik proef bij jou, Jelle, dat jij van de drie dan het minst enthousiast bent. Terwijl jij, denk ik, van de drie ook het meest enthousiast was. Want nou, je had iets in je hoofd van, oké, als ik was sceptisch juist. Oké. Okay. Vanaf het begin. Maar ik ben ook, wat ik zei, ik hou van vette franchise, vette universes. Mm-hmm. Ik ben vrij bekend met het Harry Potter universe. En ik had zoiets van, ik snap dat heel goed. Dat mensen, en dus ook ik met mijn eigen wizard of witch aan de slag wil gaan in die wereld. Ja. En dat is inderdaad heel goed gelukt. Nou, ik vind gewoon dat. Weet je, net hoorde ik heel, heel goed. Ik vind het namelijk niet, het is niet, en het hoeft ook niet hoor, vooruitstrevend te zijn. Maar ik vind het inderdaad gewoon, ik vind het een vrij langzame, traditionele action game in een heel vet universe. Ja. Ik vind de gameplay allemaal, alle elementen, vind ik niet heel goed gedaan. En er zitten wat bugs in. En ik moet wel zeggen, de game is natuurlijk nog niet uit. Dus ik speel een pre-release beeld. Ja, maar dat mag eigenlijk, ja.
Nou ja, kijk, voor de PlayStation 5, dat voelt al op de een of andere manier, omdat het niet een PC is, voelt dat al veel meer, denk ik, denk van ja, dit is ook wel de beeld die je ongeveer gaat spelen. Maar ik vind hem inderdaad naast dus de action op sommige momenten. Ruw aan de randjes. Nou ja, sluggish. Het is een langzame game. Want ik zeg, het menu, en dat is wat me nog het meest heeft gestoord. Misschien omdat ik hem niet op een ultrasnelle PC heb gespeeld. Dat zou kunnen. Dus misschien is het gewoon mijn ervaring geweest, mijn PC-ervaring. Maar het menutje, gewoon alles is langzaam in die game. En je loopt af en toe wat langzaam. Dus alles aan die game voelt voor mij traag. Mm-hmm. En dat vond ik wat jammer. En vooral dus inderdaad omdat ik de hele tijd... Niet dat dat ook een beetje hielp. Ja, oké, minuutjes laden en zo niet. Dat duurt fucking lang. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat, ja. Inderdaad, sowieso. Ik vind sowieso die map heel lastig. En ik snap het ook wel, want hoe ga je een gelaagd kasteel, wat ook nog eens een keer in alle kanten... Weet ik wel. Gewoon zoals in elke andere game, gewoon met layers. Een soort van dat je gewoon ploep, weet je, layertjes omhoog. Ik vind wel, bijvoorbeeld, er zijn echt heel veel quick travel points. Dat werkt op een gegeven moment. Als je een beetje het kasteel begint te begrijpen en het gaat over een bepaald ding, dan weet je, oké, dan moet ik waarschijnlijk ergens in de buurt van de tuinen zijn. Of dus op een gegeven moment raak je daar wel sneller in. Ja. Maar ik vind ergens die traagheid ook wel, vooral als je het gewoon hebt over het rondlopen door die wereld, helpt ook wel mee in de verwondering. Ik ben heel vaak, en het is heel cliché, maar ik ben heel vaak echt verwonderd door deze game. Gewoon wat ik zeg, gewoon het eerste keer dat je gaat vliegen of zo, het is toch allemaal, het heeft wel iets magisch. Zeker weten. En dat vind ik zo knap aan deze game. En inderdaad, als ik naar de gameplay kijk, doet het niet hele baanbrekende dingen als het wat ik dan heel erg heb gehad met NPC's. Brengt het weinig verrassingen, dus ik heb niet vaak dat ik ineens iets tegenkom en dat ik daardoor ineens een hele andere richting neem. Dat ik denk, oh, ik hoor ze over iets praten en daar wil ik wel eens gaan kijken of zo. Ja. Dus dat soort verrassingen heeft het niet, maar het heeft wel iets waardoor ik er gewoon doorheen wil. En dat is wat vind je heel erg in dat Harry Potter, dat je er door die gangen heen wil slenteren. En buiten, door het bos. Wat is dit voor een vijand? Dan heb je heel veel soort van leuke side activities buiten ook. Ik vind die in ieder geval heel tof om te doen. Nou, we hebben hier wel je 2 minuten dat je achter iemand aanloopt en niemand wat tegen je zegt. Ja, precies, toevallig eventjes hier. Ja. Maar wat vinden jullie van het verhaal? Zijn jullie daar? Ja, ik vind het namelijk wel leuk. Ik vind het ook heel erg passen bij wat Harry Potter en de franchise is. Dat is mijn grootste probleem met Harry Potter. Dus waarom ik denk ik na 4 films er klaar mee ben. Voor mijn gevoel, en ik weet dat als je... Voor mij voelt het altijd... Hey, er is dit jaar een nieuwe leraar. Hey, op het eind blijkt die Voldemort te zijn. En Harry Potter is de sleutel tot het alles. En dat is bij deze... Ja, dat voelt bij anders. Deze game ook wel heel erg zo. En sommige karakters... Denk je al vanaf het begin, en andere karakters lijken juist heel aardig. Ja, maar dat is toch cool? Dat is toch daarom. Het is heel erg Harry Potter. Het is heel erg knap. Maar is deze game. Heeft het meer waarde als je de Harry Potter boeken gelezen hebt? Want Koos heeft dat dus niet. Nee. Nee? Ik heb niet het idee dat er. Dus, nou ja, bijvoorbeeld Professor Weasley, dat is dus de overgrootoma van Ron. Waarschijnlijk. Of oud-tante, weet ik veel, dat weet je niet. Dus dat soort kleine referenties zitten er wel in. Dat is op zich wel knap. Want de wereld is, als je die boeken kent en de films, dan is het leuk, want dan is het zo gewoon de wereld. Het is hoe je staf gaat kopen. Het is, je hebt hetzelfde als die winkel waar ze alles ontploft en dat soort shit. En Zonko, ze hebben nog niet geweest. Doe dat push buttons en dat soort dingen. Wat dat betreft is het wel een feest. De trein die op het begin aankomt rijden. Ja. Het perronnetje is er ook en zo. Het is denk ik alsof je in een Star Wars game ineens soort van je eigen look voor Jedi of Sith mag maken. En dan je eigen lightsaber mag gaan kiezen. En dat soort voorbeelden. En ik vind dat heel goed gelukt. Dat zat in KOTOR en dat kan je bevestigen. Dat was magisch. Precies. Van de eerste keer dat je een Jedi gaat worden. De eerste keer dat je inderdaad je eigen lightsaber gaat craften. Ja, dat is fucking sick. Maar dat is dus wel ook het jammer. Zodra die game daarvan afwijkt, dus op het moment dat ze niet heel putten uit het bronmateriaal, vind ik het wel allemaal vrij generiek. Vooral qua hoe het eruit ziet, vind ik het vrij generieke characters, enemies. Het ziet er allemaal gewoon een beetje... Het is weer een riddertje met een harnas. En dan heeft hij een wat groter harnas. En dan is het een troll, maar het is ook niet een hele vette troll. Of het zijn mensen die dan zo'n masker voor een gezicht... Ja, ik weet niet. Dat vind ik... De beesten zijn ook een beetje... Ja, de beesten zijn uit de beesten. Die zijn vast uit de lore. Het is vast Fantastic Beast dingen. Maar die vind ik ook niet altijd even vet. Maar hier rond, ik kan hier uren rondlopen. Het is natuurlijk ook... Maar zo'n game is het toch ook? Je wil in deze wereld rondlopen. Ja. Dat is deze game. Ja. En niks aan deze game is baanbreken qua gameplay. Maar dat hoeft ook niet. Het is allemaal prima. Is die lang houdbaar, deze game? Je hebt het verhaal. Je kan, en dan kom je op een gegeven moment bij het eind. Dan is dat klaar. Maar is het een... Is er genoeg te doen om 30, 40 uur mee te vullen? Veel meer. Die game is groot. En daar hebben we nog niet eens over gehad. Maar ik denk dat je er zo 60 uur mee bezig bent. Ja. Met die game. En dat ligt natuurlijk aan niet alleen maar... niet alleen maar de main quest. Dan ben je er misschien 30 of 40 uur of zo. Ook meer.
Meer, hè? Ja, dat denk ik ook, inderdaad. Die game is echt huge. Ik in ieder geval. Ik ben niet een hele snelle gamer. Nee. Maar, nee, ja, dat zit er wel in. En ik ben er nog niet, zeg maar. Nee. Dus, nee, die game is echt huge. Ja. Ja, van tevoren, deze game heeft best wel een lange looptijd gehad. Omdat het de hele tijd natuurlijk ook een beetje werd uitgesteld. Waardoor mensen ook een beetje zoiets hadden van, dat gaat nooit meer goed komen. Maar je hebt allemaal een beetje een eigen beeld van wat dit gaat zijn. Vooral ook omdat mensen die boeken hebben gelezen, die films, die hebben zoiets van, dit wil ik gaan doen in die game. Want dat lijkt me zo vet. Dus iedereen heeft daar zijn eigen fantasie bij. Heeft deze game dat gebracht wat je wilde dat deze game zou brengen? Of is het toch meer gewoon eigenlijk gewoon een vrij, ja, gewoon een traditionele game die tof is? Nee, maar ik vind het traditioneel. Ik vind de gameplay niet per se heel erg, of niet super goed of zo. Of super dat ik denk, oh, dit speelt echt heel erg lekker. Maar het doet ook niet per se iets heel, het doet wel een soort van iets eigens of zo. Met al die verschillende soorten spels. En ja, ik zou niet nu heel goed snel kunnen bedenken waar ik het mee zou vergelijken qua gameplay. Nee, dat toveren. Dat schieten. Nee, dat zou ik me nu niet ook. Maar nee, dat is er vast wel. Ja. Maar Forspoken. Jij hebt daar zat ook alleen maar magic in, dat soort dingen in. Ja, daar valt het zeker wel. Vond je dat zelf te spelen ook dan? Ook sluggers. Maar ook door die triggers hoor. Dat is absoluut een ding. Nou ja, deze game, het heeft mij gewoon echt enorm verrast. En ondanks dat het niks bijzonders doet, is het wel bijzonder. Ja, nee, maar is het echt een bijzonder game? Omdat het qua immersie zo'n hoog niveau is. Wat ik zeg, het voelt echt als een passieproject. En of dat nou is, ja of nee, dat maakt niet uit. Zo voelt het in ieder geval wel. Ook gewoon de kwaliteit van de wereld. Ja, ja, en dan wil je graag in die wereld zijn. En dat was ik heel graag. En dat heb ik dan ook graag gedaan. En dat blijf ik ook gewoon doen. En dan neem je wat dingetjes voor lief. Dat de game op heel veel fronten traag is, sluggish is. Okay. Dat is ergens gewoon jammer. Dat is een smetje, zeg maar. Op, ja. Nou, weet je wat ik echt jammer had gevonden? Als quest/mission design beter was. Dat had deze game nog naar een heel veel kunnen trekken. Had jij bijvoorbeeld, want ik zie jou nu een extra vraag stellen. Ja. Ik heb eigenlijk, en dat, bijvoorbeeld als ik dan Horizon of zo, had ik dat heel erg. Dat ik de hele tijd benieuwd was wat iedereen te zeggen had. En dat ik dan het gevoel had dat er meer uitkwam. Ik heb in deze game echt na twee keer iets extra's proberen te vragen. Heb ik niemand meer iets extra's gevraagd. Waarom niet? Want het voegde wat mij betreft niks toe. Ik vond de characters waarom in andere games wel en hier niet? Nou, ik vond de characters om me heen gewoon niet zo bijster interessant. Nee, dat is gek, hè? Dus we hebben je wilde niet alle meer weten. Losse segmenten hebben we iets aan te merken van, nou, dat is de enemy design of de designs van alle NPC's had beter gekund. Ze hadden betere dingen kunnen vertellen. De missiestructuren zijn vrij ouderwets. Ja. Het vliegt niet. De combat is niet heel erg snappy. Nu klinkt dat zo negatief. Ja, maar dat bedoel ik dus. Dat bedoel ik dus. Met al die dingen, inderdaad, hebben we iets op aan te merken. Maar die shit samen is fucking magisch als je erin rondloopt. Maar, en dat is zo raar. Het komt ook, ik bedoel, als je een missie hebt gehaald, dan krijg je. Je krijgt dat ene Harry Potter geluidje. Zo, dat soort. Er zit ook wel. Het pakt alles wat goed is aan Harry Potter en smijt het keihard in je gezicht. Maar als ik nou gewoon heel stom zou stellen. Stel nou, dit was het niks te maken met Harry Potter. Dit was gewoon. Je wordt een tovenaar en je gaat een magische wereld in en dan ga je dingen doen. Was het dan met als Harry Potter niet gedetailleerd was? Ja, nee, als die Nee, maar omdat die wereld zo gedetailleerd is, dat komt door Harry Potter. Dus ja, zonder dat was die wereld ook niet zo uitgebreid en zo gedetailleerd en zo fijn geweest. Maar zelfs zonder de franchise is het een op zichzelf staand goede game. Ja, ja, maar het is wel inderdaad. Kijk, als Harry Potter niet had bestaan en dit kwam ineens, dan had het ook mijn kop ontploft. Omdat het heel veel goede dingen doet. Maar ze bouwen gewoon heel erg voort om wat goed is aan Harry Potter. Dus dat kunnen we nu heel moeilijk achteraf iets over zeggen. Maar het is ook heel knap als je bijvoorbeeld kijkt wat na de Harry Potter films zijn die Fantastic Beasts films gekomen en zo. En daar hoor ik vaak van dat niet die magie van Harry Potter weet te evenaren en te herpakken. Ergens ben ik het daarmee eens en heeft dit het dus wel. Ja. Dat is heel grappig. Die Fantastic Beasts films, je ziet dat het ergens uit hetzelfde ding is, maar het voelt echt als iets anders. En inderdaad niet diezelfde magie. En hier dit rondlopen wel, heeft dus dat is wel. Knap. Dat wilde ik ook zeggen. Want het is heel moeilijk om te bevatten, denk ik, als buitenstaander, waarom Harry Potter zo goed is en daar dan je eigen ding mee te gaan doen. En dat is wel knap. Ja, die oude games, die waren over het algemeen, ik weet het niet zeker hoor, maar die hadden meestal zeventjes en achtjes. En dat was vooral van, je speelde gewoon dat verhaal. En ik denk, maar wat is ook magisch hoor, toen ik acht was. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik denk dat hier het leuke ervan is, dat
ondanks wat nu blijkt, is... jullie hebben het allemaal op een andere manier gespeeld. En dan blijkt hier eigenlijk dat je min of meer hetzelfde meemaakt. Maar toch heb je dus het gevoel dat je je eigen avontuur hebt. Ja. En dat maakt het magisch. Dat je het idee hebt, ook al is het misschien niet zo... maar je hebt het idee, wat ik heb gedaan, dat is uniek. Het is mijn ding. Ja, en als een game je dat kan geven, dan is dat wel magisch. Mijn laatste vraag is dit een game die mogelijk in jouw top 10 lijstje gaat komen? Zeker wel. Ja. Moet gek lopen, wil dat niet gebeuren. Nou, ja, dan wordt het een heel goed jaar, laat ik het zo stellen. De enige reden waarom het niet zo zou zijn, is omdat er echt krankzinnig veel games uitkomen dit jaar. En echt krankzinnig goede games. En misschien inderdaad dat er games zijn die verbazen, weet je, toevallig of wat dan ook. Maar ik denk dat dit is inderdaad, ik hou gewoon van dit soort games. Een open world game waarin ik soort van mijn eigen verhaaltje kan maken. Dat te creëren. Dat is dit. En ja, ik vind het heel leuk. Maar ik zat net te denken. Ik vind het is een aardige open world action game in een sublieme setting. Dat is denk ik wat het... Mooi. Ja, je komt gewoon op... Weet je, de graphics zijn echt insane. In ieder geval, ik heb op PlayStation 5 gespeeld. En op Fidelity Mode. De graphics waren echt insane. Je komt gewoon op hele mooie locaties. Vette draken. Toverspreuken die je met elkaar kan mixen in combat. Ja, dat is gewoon sick. Dus we verspringen hier wel wat dingen in de cutscenes. Dus daarom, hij is ook technisch niet flawless hoor. Ik heb wel wat rare bugs, deurbugs. Ik heb af en toe dat mijn muisaanwijzer weg is in het menu. Als ik daar te lang in zit, dan moet ik eruit en dan er weer in. En dan is mijn muis of er weer. Dat er ineens een muis is terwijl ik de game aan het spelen ben, heb ik ook een keer. Magie. Bijvoorbeeld, dat is allemaal magie. Maar daarom, dus er gebeuren wat... hij is niet flawless technisch, zeg maar. Hij is wel buggy. Ik heb op een gegeven moment ook één keer een quest die gewoon niet verder ging. Dus dan moest ik even mijn laatste save loaden. Ja. Die was gelukkig maar 5 minuten terug. Maar dat soort dingetjes. Dus hij is niet... Hij is technisch nog niet flawless. Checkpoint-wise wel eens wat rare dingen gezien. Dat ik de ene keer echt 8 zalen terug in een gevecht kwam. En de keer daarna bij de laatste deel van het gevecht. Dus dat soort dingetjes. Maar ik heb er niet heel veel aan toe te voegen. Het enige wat ik inderdaad heel graag had, is als je iets meer impact echt had gehad op die wereld. Ja. Maar op de een of andere manier heb ik nu alsnog het gevoel dat ik dat heb. En dat is puur de fantasie en de magie die wereld je geeft. Dat je gewoon maar denkt... Ik ben gewoon een Slytherin bad bitch en iedereen haat me. En ook al doen ze in die kutsies aardig tegen me, zal wel schijnheilig zijn. Ik ben fucking amazing en jullie gaan allemaal dood aan het einde van deze game. Want ik ga jullie allemaal... Ik ga gewoon de nieuwe Voldemort worden. Ja. En geeft die game je niet, maar op de een of andere manier geeft hij je wel het gevoel dat je dat kan bewerkstelligen. Ja. Dus dat is er heel vet aan. Oké, Hogwarts Legacy. Weer een vette game dus in 2023 en we zijn pas net begonnen. Mocht je nou zoiets hebben van fuck, dan ga ik ook meteen spelen vandaag. Ja, dat kan dus niet, want de game is pas 10 februari uit. Je kunt het volgens mij allemaal wel pre-installeren en dat soort dingen. Als je hem gepre-ord hebt, komt hij volgens mij iets eerder uit. Ja, zou je hem 3 dagen eerder kunnen gaan uitproberen. Maar ik zag natuurlijk wel dat er ook deze game natuurlijk, zoals heel veel andere, soort van wel al hier en daar in de distributie is doorgeslipt. Dat denk ik wel, ja. Want zeker. Dit gaat denk ik wel, als ik de goede reviews dus zo hoor, een kaskraker worden.